voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audio's downloaden. In de 17e en 18e eeuw voeren Hollandse schepen over de hele wereld. Als deze schepen Holland naderden, moesten ze beloodst worden. In 1781 woonden in Den Hoorn 99 loodsen. In de Herenstraat zijn nog enkele van deze loodshuizen te vinden. De Nederlands Hervormde Kerk stamt uit 1425. Het karakteristieke torentje uit 1450. In 1571 is het interieur door de watergeuzen vernield. Tot op de dag van vandaag doet de toren tevens dienst als lichtbaken voor de scheepvaart naar het Marsdiep bij Den Helder. Vroeger stond de kerk midden in het dorp. Het dorp was toen groter, maar tijdens de Franse bezetting onder Napoleon was scheepvaart op Engeland verboden. Door het wegvallen van de zeevaart verkommerde het dorp en werden veel huizen verlaten en afgebroken. De polders rond Den Hoorn moeten continu ontwaterd worden. Nu pompt een gemaal het water uit de brede sloten. Vroeger verliep dat door kleine slootjes en kreken. Op het laagste punt kon het water bij eb door een sluis naar buiten stromen, het zogenaamde spuien. Zo'n historische sluis, de havensluis, is nu helemaal gerestaureerd. Overtollig water werd via deze sluis in het toenmalige Marsdiep geloosd. De zeezijde van de sluis fungeerde als haventje van Den Hoorn. Daar werden de goederen overgeladen en met paard en wagen naar Den Hoorn vervoerd. Op Texel worden zieke zeehondjes opgevangen in Ecomare. Maar Ecomare is meer. Ook natuurmuseum, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark en bezoekerscentrum. Spectaculair zijn de zeehondenvoedershows. Goed, hier in het land, zonder nat te worden, want we zitten gewoon in tegen de wind in. Haal er een beetje rekening mee dat je aardig nat kan worden hier. Het is kostbaar een euro. Goed, ik kom er hier een beetje tussen. Ik moet jullie even waarschuwen, je houdt het hier niet al hoog. Schrik er ook niet van als die zeehonden nog even op de kant klimmen, want dat willen ze nog wel eens doen. We moeten ze nog doen, ik aaien ze maar even niet. En als je je hand op je rug houdt, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Niks aan de hand. En ze hopen dus op deze manier gewoon allemaal extra visie krijgen. Water gooien, eruit klimmen en dan ook nog een ramp hebben. Ook nog een schreeuwende zeehond. Want die denkt dat ik er ook kan doen. Eerlijk. Nou, je ziet bij deze zeehonden een aantal ook weer met van die rare rode ogen. Allemaal dus print als gevolg van de hoge leeftijd. En de oudste zeehond die we hebben, is hij daar. Deze zeehond heeft de bijnaam van de vuilnisbak. Want kijk, ondanks het feit dat hij altijd veel uren heeft, dan schuiven we weer zo'n probleem. Een stuk of zeven. En dan is het weer tijd om afscheid van Texel te nemen. Via de pontweg gaat het snel naar het horentje, waar de boot naar Den Helder al klaar ligt om de vertrekkers tot zich te nemen.
ook nu weer vullen de twee lagen van de Dr. Wagenmaker zich razendsnel met de vertrekkende voertuigen. Als de klep is opgehaald, komt het schip los. Eerst heel langzaam, maar al gauw sneller. De meeuwen zien het met genoegen aan, want ze weten, er zijn altijd weer mensen die brood gooien.